grote gebeurtenissen van het jaar die collectief veel indruk hebben gemaakt, passeren opnieuw de revue. Maar meestal zijn het niet de grote wereldgebeurtenissen die de meeste indruk hebben gemaakt op mensen, maar de gebeurtenissen die plaatsvonden in onze eigen levens. De mooie dingen die ons overkomen zijn, maar ook de trieste dingen. En daarbij is het verlies van een dierbare meestal het meest ingrijpend. Wat je zegt. Je zegt, er is licht aan het eind van de tunnel. Je zegt me alleen niet hoe lang deze is. En weet je wat ik veel liever wil weten? Of je bij me wilt blijven in deze duisternis. Je zegt, je moet het een plekje geven. Ik weet alleen niet waar ik dat moet zoeken. En als ik van jou mijn pijn moet begraven, is over mijn dierbare blijven praten dan wel goed. Je zegt, je moet er dwars doorheen gaan. Je vertelt me niets.